Zo, welkom bij een nieuwe video. Ik heb toch iets lekkers gemaakt. Een heerlijke sandwich met kikkererwtensalade. En een heerlijke courgettesoep, een supersnelle courgettesoep. Je hebt er maar een paar ingrediënten voor nodig. En hij is echt super lekker. Dus ik ga hier eventjes van smullen. Terwijl ik jullie het een en ander ga vertellen. Welkom bij een Eat With Me met Wat Eet Je Dan Wel. Ik ben Suzanne en ik heb dit heerlijks net gemaakt. En ik zal hieronder de soep linken en vertellen hoe je de sandwich maakt. Zo. Hier heb ik echt een hele grote trek in. Ik ga beginnen met een lekker hapje soep. Mocht je hem nog niet kennen, dat is Remy. Onze hond. Remy woont hier sinds vorig jaar oktober. Toen mijn vader overleed, is Remy hier komen wonen. Want Remy was de hond van mijn vader. Mijn vader werd heel erg ziek. En toen was natuurlijk de vraag, wat gaat er straks met Remy gebeuren? En Fabien en ik konden het idee echt niet aan dat ze dan naar een asiel zou moeten. Of bij vreemden of zo. En niemand in onze familie die er gelegenheid of plek voor had voor Remy. En toen dachten we, nou, we gaan het gewoon proberen met de katten. Want we hadden natuurlijk al 3 katten. En wonderbaarlijk ging dat echt gelijk goed. Dus ik altijd afwachten, maar ja, het ging gelijk goed. Dus daar zijn we nog steeds echt super dankbaar voor. En Remy heeft hartstikke naar de zin hier. En wij houden ontzettend veel van Remy. En de katten, ja, ook. En ze gaan gewoon allemaal hun eigen weg. Nu op dit moment liggen de katten allemaal boven. En Remy ligt, zoals je ziet, uitgeteld op de grond. Meestal is ze waar ik ben. Ze ziet mij wel echt als haar baas. Volgens mij, dus dat vind ik ook wel prettig. Ik ben natuurlijk ook het meeste thuis en ik laat er ook het meeste uit. Daar zal het ook wel mee te maken hebben. Maar misschien dat ze wel iets herkent van mijn vader in mij. En ik heb mijn vader toen ook de laatste maanden ook helpen verzorgen. En ik was heel veel in huis bij haar. Dus toen heb ik wel een aardige band met haar opgebouwd. Zo lekker trouwens. Soms dan is die lekkerder dan de andere keer. Dat ligt gewoon aan de courgette. Dit waren hele goede courgettes. Heel erg lekker. En dan nu eventjes deze heerlijke sandwich proberen. Ik heb wel heel erg veel wortel erin gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou er wel wat minder wortel volgende keer in doen. Ik was een beetje enthousiast met de wortel. Maar lekker crunchy, dat wel. Lekker. Het is vandaag zondag. Ik eet alleen. Fabien is niet thuis. Die is weg. En dan vond ik dit wel een lekkere snelle maaltijd voor mezelf. En ik dacht, dan praat ik jullie even bij op de video. Ik heb me de afgelopen week voorbereid op iets waarmee ik morgen ga beginnen. En dat is een challenge. En je hebt het in de titel al gezien. Dat is de 75 Hard Challenge. En grote kans dat je er nog niet van hebt gehoord. Want het is nog niet heel erg bekend. Volgens mij is het in Amerika een heel stuk bekender dan hier. Maar misschien dat het nog hierheen komt. Het is een challenge die ik zag bij een Amerikaanse die ik volg op Instagram. Een week of 2 geleden. En ik vond het gelijk interessant. Ik ben erover gaan lezen en ik heb er filmpjes over gezien op YouTube. En ik heb gewoon besloten, ik ga ervoor. Ik ga het ook doen. Deze challenge bevat een aantal elementen die ik op zichzelf al van plan was om te doen. Dus het komt echt mooi samen. En ook de timing is echt heel goed. Ik was al een beetje op zoek naar iets om mezelf weer eventjes een flinke boost te geven, want dat geldt voor iedereen. Dit is gewoon een hele gekke tijd. Ik vond het hoog tijd om eventjes wat eraan te doen dat ik niet zo lekker in mijn vel zit. Zo. Een paar jaar geleden had ik het 10.000 stappen per dag ontdekt. En toen heb ik een stappenteller gekocht en toen ging ik erop uit. En elke dag 10.000 stappen. En dat was zo motiverend om dat zo te zien. Dat die 10.000 werden 12.000, die 12.000 werden 15.000. En op een gegeven moment liep ik echt 20.000 stappen per dag. En dan was ik helemaal gemotiveerd en heel fit. En was ik echt gewoon vol energie en, weet je, goed in mijn vel. En dat is echt weggezakt. En ook vanwege de laatste maanden dat ik eigenlijk ook heel weinig heb bewogen eigenlijk buiten. Heel weinig. Zeker geen 10, ja, de ene dag wel 10.000 stappen, soms, maar meestal niet. En ik merkte dat ik daardoor gewoon niet meer lekker in mijn vel zit. En ik was op zoek naar iets om mezelf weer te motiveren om weer dat op te pakken. En ja,
Dus ik ga hiervoor en ik zal je nu even in kort uitleggen wat de challenge inhoudt. De challenge is bedacht door een hele succesvolle zakenman, Andy Frisella. En ja, hij legt het zelf het beste uit. Dus hieronder heb ik de podcast gelinkt, die ga ik linken, waarin hij zelf uitlegt waarom hij de challenge heeft opgezet, wat het precies is, met tips erbij, hoe je het vol kan houden, dat soort dingen. En je moet wel tegen de F-word kunnen, want dat zegt hij ongeveer iedere zin. Maar ik heb er geen problemen mee. Dus ik heb hem gewoon geluisterd en ik was echt gemotiveerd. Ik was echt overtuigd van ja, dit is echt iets voor mij om te doen. Dus ik ga er morgen mee beginnen. En wat is het nou eigenlijk precies? Ik ga het je uitleggen. 75 Hard Challenge heeft als doel dat je na 75 dagen aaneengesloten jezelf fitter voelt, mentaal beter in je vel, jezelf helemaal, ja, jezelf trots hebt gemaakt door dit vol te houden. Want je moet 5 dingen per dag doen. Ja, en wat zijn die 5 dingen? Ten eerste, je moet iedere dag sporten. 2 keer per dag 45 minuten, waarvan 1 keer van die 45 minuten buiten. Wat voor weer dan ook, regen, sneeuw, wind, maakt niet uit. Er zijn geen excuses, je moet naar buiten. En het tweede is, drink elke dag 1 gallon water per dag. En dat is ongeveer 3,75 liter. Het derde is, zoals hij letterlijk zegt, pick a diet. En dat is er wel één waar ik echt over nagedacht heb. Ik ben natuurlijk veganist. En in combinatie met veganistisch eten vind ik het heel lastig. Want ik dacht als eerste aan low carb. Dat is iets wat me interesseert en wat ik al vaker heb geprobeerd in het verleden. En waarvan ik weet dat mijn lichaam daar goed op reageert. Wat me energie geeft, omdat veel koolhydraten zorgt bij mij voor moe en irritatie en niet lekker in mijn vel, aankomen, weet je, gewoon negativiteit. Dus ik wil dat in principe wel, low carb, alleen ga ik me er niet op toeleggen om te denken ik ga echt alleen maar low carb eten, want dat is niet realistisch. Voor 75 dagen lang denk ik niet dat ik daar heel vrolijk van word. En ik kan dat ook Fabien niet aandoen. Plus dat hij er ook onder moet lijden dat we dan bijvoorbeeld uit eten gaan. Nou ja, kom maar om vegan low carb. Dat wordt echt heel lastig in het gemiddelde restaurant. Waar ik soms al moeite heb om aan een goede vegan maaltijd te komen. Dus ik ga wel, heb ik besloten, lowish carb doen. Ik ga zeker letten op mijn carbs. En ik weet gewoon hoe mijn lichaam werkt inmiddels met eten. En ik weet waar mijn lichaam goed op reageert. Ik weet wat goed is, ik weet wat slecht is. Dus ik ga gewoon vanaf morgen door de weeks proberen zo min mogelijk pasta, brood te eten. En wraps en zo. En dingen waar veel carbs in zitten. En dat te vervangen door andere dingen, wat ik ook weer leuk vind. Want dat wordt creatief in de keuken. Dat wordt weer een andere manier van bereiden. Dus ik ga niet streng voor mezelf zijn. En ook van mezelf verwachten dat ik dan eventjes 75 dagen geen carbs of nauwelijks carbs ga eten. Want ook in combinatie met dat ineens vele bewegen, kan ik mijn lichaam dat gewoon niet aandoen. Ja, dat vind ik niet echt verantwoord ook. Dus daar zit ik helemaal niet op te wachten. Dus ik doe het gewoon wel op zijn manier. Maar qua diet is het gewoon een beetje vaag, low carbish. Zo ga ik het gewoon noemen, low carbish. Als ik dan een diet moet kiezen, dan wordt het low carbish. En gewoon bewust en healthy eten. Dus veel echt plant-based en zo min mogelijk kant-en-klaar uit de winkel. En weet je, wat eet je dan wel? Is mijn werk. En er zullen misschien wel samenwerkingen komen in de periode met wat minder gezonde producten. Ja, ik kan het me ook niet permitteren om daar nee tegen te zeggen, maar dat wil ik ook helemaal niet. Ik vind dit veel te leuk om nieuwe artikelen te proberen en om dingen te doen. Dus dat gaat wel gewoon door. Alleen ja, ik ga echt proberen om zo gezond mogelijk te eten. Dat is een beetje mijn streef. En dan vooral low carbish. Ja, en elke dag een foto maken. Dat is het vijfde. Elke dag een voortgangsfoto, zodat je vanaf dag 1 tot het eind dan straks gewoon kunt swipen of whatever. Of in één keer kunt zien de voortgang van je lichaam. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Hoe ga ik het nou precies zelf invullen? Ik heb er overigens niks voor hoeven kopen. En dat vind ik ook zo fijn aan deze challenge. Je hoeft er niks voor aan te schaffen. Je hoeft je niet in te schrijven. Je hoeft je niet aan te melden. Je hoeft geen bepaalde, weet ik veel, etenswaren te kopen of zo. Het is gewoon heel vrijblijvend. En het enige wat ik heb gekocht, maar dat had niet gehoeven, is om dat water te visualiseren. Want ja, 3,7 liter, dat is leuk, maar ik weet niet hoe dat eruit ziet. Dus ben ik naar de HEMA gegaan, waar ik toevallig deze tegenkwam. En deze ga ik niet gebruiken, dus ik hou hem gewoon zo vast. Deze is 4 euro, dus dat is het enige wat ik heb uitgegeven hiervoor.
En ik ga dit elke dag vullen met water, want het is namelijk precies 3,7 liter, oftewel een gallon. En ik ga hem elke dag vullen met water helemaal. En dan weet ik 's ochtends gewoon visueel hoeveel ik moet drinken. En dan schenk ik dat gewoon elke keer in een beker. En dan aan het eind van de dag moet hij gewoon leeg zijn. En volgens Andy is een dag het moment dat je wakker wordt 's ochtends tot het moment dat je gaat slapen. Dus daartussen moet hij gewoon op. Dan moet hij gewoon leeg zijn. Heel benieuwd wat dit met mij gaat doen. Met mijn lichaam, met mijn haar, met mijn huid. Water is gewoon super goed voor je. Dus ben ik echt heel benieuwd naar. En deze is dus 4 euro bij de HEMA. En dat kraantje, dat had er voor mij niet opgehoeven, maar het zit erop. Maar ik ga het niet gebruiken, maar ja, heel benieuwd naar. En verder, qua boek, hoefde ik ook niks te kopen, want ik had nog een boek liggen. En daar ben ik vorig jaar aan begonnen. Maar ik ga trouwens gelijk mijn soep even verder opeten, voordat die koud wordt. Maar het was ook niet de periode om dat eigenlijk te gaan lezen. En er gebeurde zoveel. En ja, ik was onrustig. En ik ben er al in begonnen in het boek. Maar ik heb hem niet afgemaakt. Het lag ook niet aan het boek. Het is een bestseller en ik weet zeker dat ik er wat aan ga hebben. Het is namelijk dit boek. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. En hij is er ook in het Nederlands. Maar ik wilde het Engelstalig lezen. Het origineel van, ja, het onvertaalde origineel. En het heeft 200 pagina's, ruim. En het moet 10 pagina's per dag, dus ja, 20 dagen heb ik hem uit. En laat ik zeker weten wat ik ervan vind, wat ik ervan vond. Lezen is sowieso iets wat ik ook al van plan was om weer op te pakken. Want ja, ik heb gewoon niet de rust om te lezen. Ik kijk nu met een schuin oog naar mijn boekenkast, waar al mijn boeken in staan. Die ik ook nog moet lezen, heel veel. Maar ja, ik lees een boek en ik leg hem weer weg. En dan onrustig kan mijn hoofd er niet bij houden. Pak ik mijn telefoon weer. Dus ik moet daar weer in komen. En dat wil ik ook. Want eigenlijk wil ik op Wat Eet Je Dan Wel ook meer met boeken doen. Recensies schrijven en meer. Niet eens met kookboeken. Want ik kook nooit kookboeken eigenlijk. Maar gewoon met fictie en non-fictie. Dus hier ben ik echt heel benieuwd naar. Want wat hier op de voorkant staat is ook echt wat ik wil leren. Gewoon. Niet meer zoveel geven of druk maken over wat men wel niet van me vindt. Of een rot comment of zo. Of een duimpje omlaag of zo. Weet je wel. Ik wil dat gewoon naast me neer kunnen leggen en het me niet aantrekken. En dus ik hoop dat het boek mij daarbij gaat helpen. Dus ja, ik laat het je natuurlijk weten. En als ik hem uit heb, dan ga ik weer een nieuwe kiezen. Want de challenge duurt natuurlijk 75 dagen. En deze heb ik binnen 20 dagen uit. Dus dan verwacht ik dat ik ongeveer 3 boeken ga lezen in deze challenge. Dus heb je nog boekentips die hier binnen vallen, zeg maar. Een non-fictieboek waar ik iets aan ga hebben. Laat het me zeker weten, want ik ben er totaal niet in thuis momenteel. Wat er allemaal is. Ik ken alleen deze dus. Laat het me weten in de comments. Of stuur me een berichtje. Want ja, dan moet ik toch alweer langzaam uit gaan kijken naar de volgende als ik deze uit heb. Verder heb ik mijn smartwatch weer afgestoft en opgeladen. Die had ik al een tijdje niet omgehad. Ik heb daar een review over geschreven. Ik heb hem veel gebruikt. Kun je hieronder zien, de link. Deze houdt natuurlijk bij hoeveel stappen ik zet. En hij gaat ook bijhouden hoe mijn slaap is. Dus ik hou hem dag en nacht om. Want hij registreert gewoon 's nachts de bewegingen die je maakt. En dan kan hij opmaken of je slaapt, een diepe slaap en zo. Heel gedetailleerd allemaal. En dat vind ik echt interessant. Want ook slapen, ik ben elke nacht nu stevast weer wakker om bepaalde periodes. En niet dat ik wakker lig, maar ja, ik weet niet. Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Verder gaat alles wel oké hoor, maar ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. En ik, ook gewoon door alles wat er gebeurt in de wereld nu en zo. En de afgelopen periode met corona, ik vond het echt, sommige momenten vond ik zo eng. Dat gehamster in de supermarkt, dat zijn allemaal beelden. Dat heb iedereen natuurlijk meegemaakt, dat vergeet je gewoon niet. Zo bizar dat de wereld ineens zo aan het veranderen is. Zo bizar. Wie had dit allemaal kunnen denken aan het begin van het jaar? Toen we elkaar gelukkig nieuwjaar wensten. En 2020 wordt ons jaar en zo. En wordt het jaar. Nou, mensen, het is zeker een jaar. Maar niet echt positief, zeg maar. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen nu het moment is om deze challenge of een soortgelijke challenge te doen. Want je moet gewoon jezelf eruit trekken gewoon. Als je niet lekker in je vel zit. Ik ben ook nog volop aan het verwerken wat ik de afgelopen 12 maanden heb meegemaakt. Met mijn vader ook. En die mis ik ontzettend. En ik mis mijn moeder ook. Die is een paar jaar geleden overleden. En ja, het is gewoon gek als je ineens geen ouders meer hebt. Dat is zo weird. En daar moet ik allemaal nog een plek geven eigenlijk. Dat
daar staat geen tijd voor. En dan heb je de eerste moederdag dat ik toen... En nu weer de eerste vaderdag zit er nu aan te komen. Overal zie je vaderdag, vaderdag, vaderdag. En dan denk ik, ja, leuk als je een vader hebt. Maar als je geen vader meer hebt, is dat wel hard. Het is echt hard. Dus ja, weet je, alles maakt... En ik heb ook echt wel mooie dingen. Zeker wel mooie dingen. Weet je, in mijn leven met Fabien en met Remy en de katten en zo. En mijn familie en... Net in RTO Boulevard, weet je, die kans dat ik daar eventjes te zien was. En wat eet je dan wel gaat als een speer. Dat is het allemaal niet. Maar gewoon, ja, soms dan heb je gewoon een soort leeg gevoel van binnen. En niet gemotiveerd, niet lekker in mijn vel. Dus ik hoop dat deze challenge mij daaruit gaat trekken. En ik heb wel een gevoel dat dat echt wel wat gaat doen. En ik heb nog een handige tip, mocht je het ook willen doen. Wat ik zelf ga gebruiken, is dit... Dat heb ik gedownload en ik zal dat ook linken hier beneden van een vrouw op YouTube. En zij had een video gemaakt over hoe zij de 75 Hard Challenge heeft beleefd. En zij heeft een hele handige PDF gemaakt, een printable. Waarbij je van elke dag die 5 dingen kan afvinken. Oh, daar komt Noga. Ja, Noga. Hallo. En... Ja, dan kun je dus elke dag afvinken en ook bijhouden welke dag het is. Want dat lijkt me ook nog een puzzel. Want eerst een paar dagen weet je wel, dit is dag 4 of zo. Maar dag 16, dan weet je echt niet meer dat het dag 16 is. Dus dat hou ik het dan allemaal bij hierop. Wel super handig. Ik heb het helemaal uitgeprint. Dus dat zijn echt dingen waar ik nu al de hele week mee bezig ben om het allemaal voor te bereiden. En ja, dat was het eigenlijk in het kort wat de challenge is. Ik ga zeker updates brengen hier ook. En op wateetjedanwel.nl en op, vooral op Instagram. En ik ga het alles vastleggen ook. Wat ik allemaal ga eten. Morgenochtend, waar als ik opsta, waarmee ik ga ontbijten en lunch en zo. Ik ga een echt eetdagboek bijhouden van elke dag. En ik ben echt heel erg benieuwd. En ik ga natuurlijk ook... vastleggen hoe ik me voel, wat tegenvalt, wat niet tegenvalt. En don't worry, want als je niet zit te wachten op hele healthy dingen, maar ook juist die dingen waar ik wel een beetje bekend om ben, dingen veganizen die echt heel lekker zijn, maar zo slecht. Ik heb nog heel veel content op mijn computer wat ik nog uit moet werken, want ik ben heel productief geweest de afgelopen weken, maanden. Ik heb echt heel veel content nog om te plaatsen op Wat Eet Je Dan Wel. Er komt nog een vegan paella aan. Een aardappelsalade. Een heleboel. Ik weet het niet eens meer. Sommige dingen zijn echt al, heb ik echt al weken geleden gemaakt. Maar die heb ik gewoon nog niet opgezet. En ook een tempeh haché. En ik weet het is juni. Maar ik had daar ineens zo'n trek in. En het is nu ook niet echt juni als je naar buiten kijkt. Het is op dit moment, het is nu zondag. Het is echt herfstweer. Maar ik heb nu ook een lekker soepje. Al is het wel echt een voorjaarssoepje, vind ik zelf. Een zomersoepje. Mm. Als je hem maakt, laat het me weten. Ik zet hieronder het recept en zo. En wish me luck. Morgenochtend gaat het allemaal van start voor mij. En dan spreek ik jullie snel weer. Dank voor het kijken. Doeg!